Dames en heren, jongens, meisjes. Moeten we niet even een biertje pakken? Pilsje. Vandaag een veel aangevraagde video. We gaan vandaag namelijk mannen tinderen. Beter gezegd, ik heb al voor ons als groep getinderd. Zullen wij gewoon beginnen met even het profiel bekijken? Wat ik heb samengesteld. Wij heten op Tinder gewoon de bankzitters. Okay. We hebben in totaal hebben we 6 foto's. Ja. We beginnen met een groepsfoto. Gewoon deze van de merch shoot. Ja. Gewoon een mooie duiken groepsfoto. Ja. Als je die nog wil kopen, dat kan nog steeds. Vervolgens heb ik, om het makkelijk te houden, heb ik de persoonlijke foto's precies op dezelfde volgorde als hoe we in die groep staan. Ah, ja. Maar jullie hebben zelf die foto's gekozen, dus jullie weten de foto. Die foto van mij van die andere tinderen. Ja. Tinder. Als twee, ik op het fietsje. Oh, dat is al lekker hoor. Maar heb jij screen recorder? Ja, ze hebben je screen recorder aan. Stel je voor, je zit nou in deze video en je denkt van ik wil er toch niet wij in. Wij hebben echt een heel sterk legal team. Denk je nou van wij willen jullie aanklagen, want het is in de video en ik wil het niet. Ik heb een pauperpech. Derde foto is dan van Rob. Hele mooie foto. Ik ging over de simpele wijven. Ik heb het vooraf gezien. Ja. Ik kan je vertellen. Je hebt er nog genoeg tussen. Nou, de vierde foto van Koen, wijntje. Wijntje. Heel, dus gewoon meteen. Dansjes en drankjes. De klok ook goed te zien. Ja, ja. Zal niet per ongeluk zijn geweest. Nee. De laatste foto van Raoul gehouden. Heel stylish. Gewoon stylish. Groningen! Dan heb ik nog niks toegevoegd als Spotify-nummer. Nee. Ja. En ik heb onze Instagram gekoppeld, zodat mensen weten dat we real zijn. En dan is dus de eerste foto die je daarop ziet. Deze. En die verder na. Ook op de eerste slide komt deze. Dus wat we als bericht in de bio hebben toegevoegd is dames. Geen heren? Nee. Wij zijn van links naar rechts, Matthias, de zaakjes 25, Milo 21, Robin, al die dingen. Ja. Bij lichte interesse in één of meerdere van ons, swipen maar! PS, heel belangrijk, stuur even een berichtje met de naam van voor wie gematcht is. Ah, dit is echt een leuke video en het had vast veel views, dus ben je nog niet geabonneerd op bandje, dus doe het nu hier beneden en like deze video. Abonneer! Deze video gaat toch juist niet door vrouwen worden bekeken? Maar als ze kijken gaan ze zeker niet abonneren. Die 95 gaan het zeker te zien. Zeker. Maar, zal ik zeggen hoeveel matches hebben? Hoeveel matches hebben we, Milo? We hebben nu, op dit moment, een totaal van 179 matches. Daarvan hebben er wel een aantal ook niet gereageerd verder. Okay. Ben jij een van die wijven die nu wel een match heeft met dit Banksys account, maar niet heeft gereageerd? Sterf. We beginnen met de eerste, 23-jarige Nicky. Nicky begon, ik hoef niet eens een bericht te sturen, die kwam meteen 1 seconde na het matchen. Yo, man met baard. Hey! Goed! Wat zei ze dan? Yo, man met baard. Stuur dan terug. Dankjewel. Zou ik nu sturen? Koen de Roel? Ja, weet je wat het is? Ik trek wel vaak die oude vrouw aan. Zo ook Nicky van een jaar oud. Het is ook een Belg trouwens. Oh, laat me zien. De volgende is Timmy van 19. Zou je dat hebben? Ook daar hoef ik niet eens meer iets. Ik hoef niet eens te vragen. Dus ik kom meteen met Matthias. Maar hoe groot zou het zijn als iemand gewoon 0 krijgt? De volgende, Lise. Die moet voor mij gaan. Dit was heel irritant. Die begon met gewoon zo uit zichzelf. Dat vind ik altijd goed als mensen als ze uit zichzelf doen. Raoul, vraagteken, bril emoji. Dacht ik, oké, prima. Ik zei, staat genoteerd. Komt zij met, vertel eens wat meer. Ja. Ik vroeg, wat zou je willen weten? Favo boek, favo muziek, favo wijn, favo existentiële crisis. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Wat wil je zeggen tegen Lise? Donald Duck. FIFA muziek. Favo wijn, bier. Favo existentiële crisis. Donald Duck, FIFA muziek, bier en mijn vriendin is zwanger. We hebben een 29-jarige. Stacy. 29 gebruikt nog steeds een Snapchat filter. Prima. Oh, wacht, ik zie in de bio staan. Ik ben 21. Ging wat mis toen ik mijn profiel instelde. Nou, zij stuurt niks aan zichzelf. Dus ik vroeg aan haar van, wie van ons heeft nou deze match verdiend? Dit vind ik wel, Bobby. Stuurt zij, Matty, uitroepteken. Hoop ik reageer. Serieus, ik kies echt voor degene met een bochel. Reageert zij met, de rest is niet kaasje. Komen we aan bij de 18-jarige Ellen. Die kan niet, dit. Maar heb je ook Brabant geswiped, anders blijf ik op nul staan, hè? Oh, dat is trouwens Eline, ik vergis me. Wie van ons deze match verdient? Die jongen in het zwembad. Ja! Toen vroeg ik daarna. Je kiest serieus voor diegene met de worstenbroodjearmpjes. Geen reactie. Dit is een hele goeie hoor. Dit is een heel goed gesprek wat ik had. Evie, het is de linker van de twee. Zij begon met, hoi bankzitters. Dus toen zei ik, Evie, toppetje. Wie van ons heeft jouw like verdiend? Moet nog een keuze maken. Geen zorg, je kan alleen maar goede keuzes maken. Hoewel, je kan natuurlijk ook Koen kunnen kiezen. Oei, Koen niet echt een aanrader. Ik wil je keuze niet te veel sturen, dus ik zeg niks. Oei, nu begin ik toch te twijfelen. Robby hier is. Ja! Het was Robby of Koen, ik werd even onzeker. Ja! Nou, komen we bij een buitenlandse, want er zijn ook heel veel buitenlandse. Ja, die is van mij. Ze is nu 9070 kilometer uit de buurt. Die is van mij. Marisa. Die gaat zeker voor een van ons drie. Van mij. I will choose Matthias. Ja! We komen nu aan bij de 18-jarige Jolien. Hallo. Jolien. Zij zegt, diegene helemaal links mag wel eens op mijn bank komen zitten. Ik denk dat jij vriendin blijft slapen vanavond. We gaan meteen door rest, nog een buitenland. Dit is echt leuk, hij kan het in niets gedaan. De 23-jarige Engelse Claire. Claire. Die Dangerous heeft ze gewoon in de buurt al. Die wil nu juist iets anders. Matthias for me.
Wat is dit? 19-jarige Wietske uit Uden. Oh. Meneer nummer 1 na de groepsfoto. Zo, Meerman! Jezus! Zei ik, alleen omdat hij de meeste subs heeft zeker. Hij zei, nee, ziet er gewoon leuk uit. Zo! Nu even een bijzonder moment. Bijzonder moment is de eerste superlike. Oh! Deze 21-jarige Vera. Zo superlike, wie heeft die verdiend? De like is voor Raoul. Superlike! Ik vind iedereen heeft een mooi innerlijk. Meteen door, 20-jarige Jelke. Nou, die kon ik niet. Haha, vind jullie allemaal wel cute. Maar Matthias en Koen. We gaan door naar de 18-jarige biseksuele Isa. Bij deze vroeg ik dus van, nou, wie heeft de live verdiend? Zegt ze, ha. Matthias, Milo en Robby. Oh, nee! Ik ben weer praktisch aan het denken. Zij kiest ons drie, ze is biseksueel. Wie neemt wie dan? Waar gaat dit gesprek over? Hij over! Zo, je kiest er gewoon drie tegelijk. Wat zullen je ouders wel niet denken? Stuur ze terug. Neem ruim, toch? Dit is een hele belangrijke. University of Gent. De 19-jarige Kato. En die hond? Is dit die hond of die chick? Het gaat voor mij om de hond. Ja, die zou ik wel doen. Dus ik vroeg, wie van ons heeft de like verdiend? De harige. Ja, dat is gewoon onderzoek. Maar gaat het over Koen? Zal ik terugsturen, bedoel je Koen zijn anus gaan? Ja, dat even terug, ja. 23-jarige Anna. Anna zegt, ik had mijn oog laten vallen op Matthias. Maar mocht dat niet wederzijds zijn, neem ik ook genoegen met Raoul. Ja, dit vind ik dus dubbel. Toen zei ik van, tussen aanhalingstekens, neem ik ook genoegen met. Werk het zo tegenwoordig, wat ordinair. Hallo, jullie maken een profiel met z'n vijf, over ordinair gesproken. Hij is altijd. 19-jarige Emke. Ik vroeg, want zij reageerde niet, dat is heel irritant. Ik vroeg, wie heeft er nou die match verdiend? Oeps, vergeet het te sturen. Maar Robby is toch wel degene voor wat gesmaakt. Ik zeg weer, even serieus, je hebt keuze uit allemaal hunks. En dan kies je voor de Brabander van 1,40 meter met de worstenbroodje armpjes. Jij bent tot nu toe elke keer belachelijk gemaakt. Ja. Stuurden ze lachsmileys. Ik heb blijkbaar een ding voor mensen die niet veel langer zijn dan ik. Leuk. Dit is een lang gesprek met de 22-jarige Kemi. Oh. Dus ik vroeg, wie heeft er een match verdiend? Zegt ze, ik wil eigenlijk wel eerst bewijzen dat jullie echt zijn. Dus stuur ik gewoon daar terug, nou, Insta is gewoon gekoppeld. Touché. Maar de vraag is, wie heeft de grootste persoonlijkheid? Koen. 26 centimeter aan persoonlijkheid. Oké, vraag 2. Hebben jullie niet allemaal een vriendin? Zeg ik, zeker. En die zijn allemaal totaal achter dit onderzoek. Zegt ze, oké, goed om te weten. Vraag 3. Wat houdt het onderzoek in? Kemi stelt veel te veel vragen. Het is tijd om de knoop door te hakken. Ja, eigenlijk geef hem allemaal, maar ik was gewoon benieuwd. Nou, als ik dan echt moet kiezen, doe dan die middelste maar. We komen nu aan bij de 18-jarige Jasmijn. Jasmijn. Jasmijn zegt Milo en Robby. Zo. Oh. 20-jarige Kaylee. Zo. Kan ik ook met jullie allemaal matchen? Ik zeg, we snappen heel goed dat je dat graag wil. Maar helaas, je had toch echt een keuze moeten maken. Zijn Mattie en Raoul nog beschikbaar? Zo! Als je toevallig op kwallen en boemers valt, is dat een hele goede keuze. Zo, lekker hoor! Komt ze aan, Kiki. Oké, of dit is voor een video van jullie en jullie zijn gewoon aan het fucken. Heeft Robby geen vriendin? Wil je daarmee zeggen dat je voor Robby zou swipen? Klopt, I did. Alleen volgens mij zijn niet vrijgezel, toch? Zei ik, alle vriendinnen zagen het onderzoek is. Oké, beter, succes dan maar. Maar dan weet je gewoon dat dit onderzoek eraan komt, of ja. Wat? Oké, dit is een hele goede. Samaria. Werk bij de Ethos. Wie van ons heeft deze match verdiend? Hahaha. De meest rechtse. Hey, nee, ik ben oprecht geen fan van baardjes, maar hij leek me heel aardig. 19-jarige Veerle. Haar bio is, ik heb een hond, een kat en een kip. Binnenkort ook chlamydia als je Milo kiest. Wie heeft er voor mij geswiped? Niemand! Doe dan Matthias. Zo! Zei ik, goede keuze, dan heb je dus een hond, een kat, een kip en een kwal. Ja, fijn, kan ik aan mijn lijstje toevoegen. De volgende met prachtig paars en groen haar. Demi, 22. Ja hoor. Hallootjes, Matthias. 22-jarige Demi. Zij zegt, allemaal. Nou, ik zeg, we snappen dat het heel verleidelijk is, maar het wordt echt te veel van de goede. Je moet een keuze maken. Nee, in de bio stond dat meerdere ook mocht. Uiteindelijk komt ze op gang, zegt ze, Milo en Raoul vind ik persoonlijk het meest aantrekkelijk. En dat is ook zo, hè? Nou, dit is een hele mooie. Jullie zijn allemaal top, maar ik swipte voor Matty. Maar, ik hoef even de groetjes doen aan Koen. Ik zat bij hem in de klas. 23-jarige Isa. Oh, ja. 20-jarige Joy. Zo. Ja, geen idee hoe jullie heten. Dus ik zeg daarna, nou, de namen zijn gewoon in bio. Ja, dat snap ik. Op de eerste foto zie je jullie niet goed. Zeg ze, oké, dan de eerste. Ik denk dat hij op die flamingo echt veel te klein is. Nee. Koen, jij houdt van Aziaten, toch? Nee, dat is helemaal niet waar. Jawel. De 50-jarige Sweetie. You are such a sweetie. Dit is echt goed verzonnen, dit. Who do you think is the most sweet of us? Oh my god, so hard. Picture one. We hebben nu de 23-jarige Myrtle. Raoul. Lekker. Nou, dat was het eigenlijk al. De 19-jarige Pleun. Haha, heerlijk dit. Nou, hierbij het hele belangrijke. Matthias of Raoul? Zo! 22-jarige Surea. Hahaha, heerlijk concept dit. Raoul it is. Zo! Wel schattig die groepsfoto. Koop merch. Oh my god, stuur de site door. Bankzitters.nl gestuurd. Nou, dit is het momentje hoor. 18-jarige Hanna. Leuke bio trouwens. De name is blond. Dom, blond. Jullie zijn allemaal leuk, maar ik kies Koen. Ja! Ja! Ik hou van dom en blond! Oh, je bent
bent er zo een. Alles voor de centen. Verstandige keuze wel. Van die alimentatie kan je een penthouse kopen. Ja, ik doe het eigenlijk voor de snor. 19-jarige Joelle. Hey, ik heb geswiped voor Matthias en Robbie. Bepaal zelf maar wie de match wordt. Ja, dan doen we weer gewoon netjes delen. 30-jarige Sarah, met als beroep visboerin. 13? 19. Als beroep visboerin. Hahaha, Koen. Sarah, ik hou van vis. Dit vind ik eigenlijk het gesprek vanavond. Oké. Okay. Okay. Die soort meme van die Spider-Man die zo wijst. Uh-huh. We komen hier de groep de Heuvelpleiners. Nee! Hallo heren, wij zijn nieuw in Breda. Wie geeft ons een rondleiding? Foto 1, Willemijn. Foto 2, Amber. Foto 3, Amy. Zij beginnen met, heren, hoe gaan we dit doen? Dit is een hele pittige. Zij hadden die telefoon, blijkbaar die ging gewoon van hand naar hand. Hahaha, flamingo guy. Nee, Amber, shh. Wine guy, even meespelen, doe nou niet zo, helemaal verpest. Oké, de eerste guy, stop eens. Houden we het rustig, dames? Ja, Amber en Willemijn willen even niet meewerken. Nee, ik zei de eerste drie. Ik heb wel een persoonlijke voorkeur. Fijn voor je, maar nu wordt het lastig. Eerste drie, we hebben een selectie gemaakt. Matty, Milo, Robbie. Ja. Ik zeg, wat stellen jullie voor? Groep snapje. Lieve Heuvelpleiners van, maar jullie lopen in één keer start van staan. De andere dames zijn helemaal hoog door de botel. Ja toch, Amy? Ja, dit is Willemijn, Amber en dit is Amy. Superleuke chat. 19-jarige Lisa. Nummer 3 is de gelukkige. Die bruin gefotoshopte Lilliput op de flamingo bedoel je? De 21-jarige Linda. Ja, die is van mij. Ik vroeg dus wie van ons deze match verdient. Kunnen we maar op één manier achterkomen? Ik zeg, nou, wat stel je voor? Feestje. Ja, maar zij doet heel moeilijk, dus dan zal ze vast wel voor Koen zijn. Met ons is het altijd een feestje. Het is heel belangrijk voor ons om te weten met wie zou het liefst een feestje willen. Wat wel cruciaal is, wie is er langer dan 1,77? Iedereen behalve Rob. Maar en ook met afstand. Rob met afstand minder bedoel ik. Nu komt zij met een top 5 lijst. Op nummer 1, Matthias Koen. Nummer 2, Milo. Nummer 3, Raoul. Nummer 4, Robby, de zaak is jammer van de lengte. Maar hoe lang zal ik van de lengte, ja. Op uiterlijk, alleen jammer van de lengte. Ja, maar dat maakt niet uit. 20-jarige Femke, lekker titel in de buiten. Helemaal niet ordinair. Ja, ja. Wie heeft deze match nou verdiend? Ja. Kies twee keer en je krijgt een fles bubbels of een biertje. Hartstikke leuk, dit. Ze maken er een spel van. Ik zeg, nou, ik kan me niet voorstellen dat je voor die bruine gefotoshopte Lilliputter bent gegaan. Of voor die ginger met vlasbaardje en wijn. Hahaha, dit zijn juiste antwoorden. Maar degene waarvoor ik echt ben geswiped, Matthias. Ja. Dit is weer leuk, 19-jarige Amy. Die had er heel moeilijk, die wilde niet zeggen wie het was en zo. Die vond ons allemaal leuk. Nou, ik heb een ander voorstel dan. Je kiest gewoon een verliezer. Nee, dat vind ik lullig, geen verliezer. Zei ik, hoezo? Koen kan het best aan hoor. Hoezo Koen kan het aan? Nou, ik neem aan dat jij die op 5 zet, dat vul ik gewoon in. Oprecht misschien wel nummer 1. Geen grapje. Ja! Ja. Waar is die keuze op gebaseerd? Zei ze, ja, gewoon lijkt me een leuke jongen. De 18-jarige Mai. Zij heeft de keuze gemaakt, ze heeft gewoon een ranking, heeft gewoon nummers gezet. Oké. Okay. Ze begint met 2. Oh, dat ben jij. 5. Dat is hoe? 3. Lek. 4. Oh, wat was het? De 18-jarige Anne Fleur zegt Mattie. Oh. De 18-jarige Verline zegt Milo. De 25-jarige Maud. Mattie, hartjes ogen. Ik heb hier een goed gesprek met Monique. Die heeft niet echt de voorkeur uitgesproken. Ik vond de flamingo erg aantrekkelijk. Yes. En die jongen bovenop die minder zeker. Goed geraden. 19-jarige Lisa. Milo lijkt me wel wat. Zo, oh, Milo had in. Komt er weer eentje aan. 31-jarige Olivia. 31? Yeah. Brazilian, living in the Netherlands for a year. 31, maar die trekt jou helemaal uit de kaart. Geen zorgen, Matt. Want zij zegt, Raoul. Hey! Ja. Zo, en wederzijds hoor. Obrigado! Hey. 19-jarige Emma. Wat heeft ze op de hoofd? Een bikini op. En ook deze foto voelt ook veel toe. Ik denk Robbie, maar kan hem niet zo goed zien. Nou, dat zal dan wel even klaar zijn. maar de tweede is ook mijn type. Wie is dat? Ik. 19-jarige Leonie. Hoe Nederlands kan je het hebben? Wie van ons heeft deze match verdiend? Do you speak English? Leonie. Would you like for? The one in the middle. Hey. Oh, the little one with the worstenbroodje arms. Yes. Hier was ik op mijn leukst. 23-jarige May. Dan begon ik al natuurlijk met May I ask you? Wie van ons krijgt jouw like? Ik ga voor Raoul, de jongen met de mooie donkere haren. Dat meen je niet. Mensen, u mag lachen thuis. De 45-jarige Riet. Ja! Eye contact, dubbele punt. How souls catch on fire. Ja, maar heel eerlijk, dit past wel het meest bij mij. Riet, topper. Wie van ons heeft deze match verdiend? Wie heeft er de meeste gescoord? Het gaat nu om jou, Riet. Haha, nou, dat is aardig. Maar zij doet echt heel stoer, hè? Wie reageert er nu of zitten jullie er met z'n allen op? Ik zeg, nou, daar kunnen we niks over zeggen. We zijn gewoon benieuwd naar jouw voorkeur. Ik vind jullie layout echt geweldig. Wil een naam horen, Riet? Jullie kunnen zoveel willen, maar zo werkt dat niet. Baard en snor is een no-go. Dus 4 en 5 vallen af. Nummer 3 ken ik zijn gezicht niet goed van zien. Hij is wel klein, dat is dan wel weer lief. Ik ga voor nummer 1. Nee. Ja. 19-jarige Melanie uit Leeuwarden. Besef, je heet Melanie uit Leeuwarden. En het eerste wat je stuurt is, sorry, I don't speak Dutch. The boy with the wine glass. Eigen punt! Oké, deze is heel goed. Ik heb deze gelukkig gescreenshot, want die was unmatched. Angie. Angie zegt, ladyboy, for fun with the right guy. Ik zeg natuurlijk Angie, topper. Wie van ons heeft een match verdiend? Hi honey, have you read my profile? Of course, zeg ik. What experience do you have with guys and crossdressers. Koen has a lot of experience with that. You could tell, right? Unmatched. Ik heb geen foto van haar account meer, die heeft unmatched. Maar echt
ziek lang gesprek, want zij deed zo moeilijk de hele tijd. Ze begon met, jullie hebben allemaal wel wat. Ja. Ik zei, dat klinkt interessant, kan dat specifieker? Knappe mannen. 2, 3 en 4 op het oog met mijn types. Kijk, logisch, de boomers vallen af. Ik kies voor 4. Cool. Wees je er wel bewust van dat het haar in het echt een stuk roder is dan op de foto's lijkt? Sexy. Een paar uur later stuurden ze, dat was het? Vraagteken. Waar zou ik aan te denken dan? Een leuke avond. Met alle 5 toevallen of hou je het bij je keuze? Alle 5 mag. Jezus, wat ordinair. Hou dit vast. We zijn niet gemaakt om heilig te blijven. Oh, geen wijze. 25 of zo. Hoe zou deze avond er volgens jou uit moeten zien? Hele avond kaarsje spelen? Vraagteken. Nee, ik denk zoals elke man die zou willen. Met z'n allen lekker in de Discord Among Us spelen. Massie Mirk, kleine zus. Of ik geef maar jullie over. 19-jarige Joy. Is dit nou echt de bankzitters? Zuipend of we kruipen Spotify link? Allemaal, of course. Ik zeg allemaal als een optie. We willen keiharde keuzes. Hahaha, mag ik er ook 3 kiezen? Vooruit dan maar. Mattie mag sowieso. Op 2, Rob. De zaak is wel een beetje klein. Op 3 zegt ze, Kaasje. Maar mag Lana ook? Lana als nummer 3. Prima keuze. Kaasje is met een commercieel. Had Koen zijn cijfers maar moeten delen. Ik zeg, Raoul en Milo komen niet in het plaatje voor. Helaas, Milo heeft op vakantie al te veel gehad. 19-jarige Emma. Wie van jullie heeft mij gematcht? Dat is een groepsproces waarbij verder niks over kwijt. Oh, hier kan ik niks mee. Zeg ik, nee, klopt. Behalve aangeven wie van ons je het meest interessant vindt. Ik vind allemaal wel wat hebben. Misschien is de ene persoonlijkheid wat leuker dan de ander. Ik zeg, Emma, het gaat puur om uiterlijk, zo goedkoop zijn we. Ik zeg, oh, goedkoop. Dan maar degene met de grootste lul. Ik zeg, Koen, staat genoteerd. We hebben een stand van op de laatste plek. Met toch wel een achterstand, omdat we ook flink veel hebben gesmokkeld. Koen met 11. Oh, dan op de ene laatste plek, maar dat scheelt niet veel. En het is eigenlijk ook wel onterecht. Milo met 13 in het midden. En ook met punten. Robbie van der Graaf met 15 punten. Tweede plek. Ervaring geeft de doorslag. Met 18 streepjes. Raoul. Hey! Met 35. Raoul steeds aan de race. De lekkerste van alle bankzitters. Vergeet niet om te abonneren. Blauw duimpje zou top zijn. Heb je een lekkere zus? Stuur door naar ons Tinder profiel. En wij zien jullie later. Jojo. Hey.